Maarten Vogelaar geeft een rondleiding door de ruimte van GIST, een initiatief voor spiritualiteit en ambachtscursussen. Dit is de meditatieruimte en je ziet links en rechts eigenlijk de dode bloemen en je ziet eigenlijk de natuurlijke gang van sterven en opstaan. In de werfkelders aan de Nieuwe Herengracht kan je naast yoga ook terecht voor bier leren brouwen en brood leren bakken. En voor boeken over christelijke spiritualiteit. Want deze brouwerij / yoga studio / bakkerij is verbonden aan de kerk. Jezus zegt zelf ook, ik ben het brood wat leven geeft. En eigenlijk met het brood maken, het vermalen van de graankorrel en het uiteindelijk blootstellen aan de gist, durf je het ook over te geven aan dat wat je niet altijd zelf kan bepalen. Maarten is een zogeheten pionier en wordt door de Protestantse Kerk Amsterdam, de PKA, betaald om op zoek te gaan naar wat de kerk kan betekenen voor gelovige en ongelovige Amsterdammers. We geven als opdracht om de relevantie terug te vinden eigenlijk. Waarom was dit ook weer zo'n heel goed verhaal en waarom is dit een heel goed verhaal voor deze mensen met wie jij te maken hebt? Om dat in verband te brengen met de Bijbel, met het evangelie, met God. Ja, het leuke is dat de Protestantse Kerk Amsterdam het belangrijk vindt dat er ook gezocht wordt naar nieuwe wegen. Ook in de oudste kerken van de stad zijn deze pioniers bezig met vernieuwen. De dominee van de Noorderkerk wil oude Jordanezen en de hoogopgeleide nieuwkomers samen laten komen in de kerk. Want als ik met mensen in de wijk sprak, dan was hetgene wat me het meest raakte de tweedeling die ze beschreven. Vanaf de kansel worden daarom tegenwoordig ook lezingen gegeven en op marktdagen serveert hij koffie, zodat Juppen en Jordanezen elkaar ontmoeten. Op de pioniersvacatures komen vooral jongeren af. Volgens mij ben ik de oudste uit de pioniersgroep, terwijl ik mezelf ook nog niet zo heel oud vind. Pioniers, dat zijn mensen die op een frisse manier willen kijken naar kerk zijn anno nu. Maar, zegt de PKA, jong zijn is geen eis. Een gezonde dosis lef is dat wel. Mensen die durven. Die durven om uit de bestaande kaders te stappen in een heel nieuw veld, een open speelveld, en dat is gewoon spannend. Ook gewoon oprechte nieuwsgierigheid, wat gebeurt er als we een nieuwe weg gaan? En is niet ook het geloof juist bedoeld om steeds opnieuw hervonden te worden in elke tijd? Om op andere manieren taal en vormen te vinden voor christen en geloof zijn anno nu, dat is wezenlijk aan pionieren.